Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en vandaag presenteer ik aan jullie de vernieuwde Ford Kuga. En dat is een belangrijk model voor Ford, want als we kijken naar de Nederlandse markt, dan zijn vooral de Focus, Kuga en Puma vrij populair. En dit is de vernieuwde Ford Kuga dus. Hij heeft een ander front gekregen, iets andere achterklep, iets andere achterlichten. En deze uitvoering is bijzonder populair, want dit is namelijk de Ford Kuga Active X uitvoering. Zeg maar een Ford Kuga met modderlaarzen. En in deze video ga ik jullie meer vertellen over deze uitvoering. Maar ik ga ook alle uitvoeringen, dus het titanium, de ST-Line en deze Active X, naast elkaar zetten. Want dan heb jij een goed beeld van de precieze verschillen. Ik heb er heel erg veel zin in. Laten we deze video snel beginnen. Daar gaan we. Als je nu benieuwd bent naar de verschillen tussen de diverse Ford Kuga modellen, dan moet je eventjes opletten, want hier staan er drie naast elkaar. Een titanium uitvoering, een ST-Line X uitvoering en deze groene Ford Kuga betreft een Active X uitvoering. Wat zijn nu een beetje de verschillen tussen deze drie modellen? En dan beginnen we even met deze Ford Kuga titanium uitvoering. Die staat op 18 inch lichtmetaal en die ziet er ten opzichte van die ST-Line en die Active uitvoering iets meer ingetogen, noem het gerust, sober uit. Maar dan nog kan deze auto natuurlijk best wel interessant zijn. Alleen zegt mijn gevoel dat de meeste mensen toch wel gaan kiezen voor een ST-Line en een Active. En even een belangrijk verschil tussen deze titanium en die ST-Line en Active uitvoering. Deze titanium heeft hier een chrome strip lopen. En bij de ST-Line en Active is dat een LED-strip. Jawel, dan is heel deze strip dus verlicht en dan valt die Kuga nog meer op. Als je fan bent van sportiviteit, dan moet je absoluut deze ST-Line nemen van de Ford Kuga. Die valt lekker op, heeft onder meer ook rode remklauwen, maar heeft ook een sportiever voorkomer. Sportievere voor- en achterbumpers. En deze ST-Line heeft ook een specifieke grillafwerking hier aan de voorkant. En natuurlijk een belangrijk kenmerk van die vernieuwde Ford Kuga is dat die Blue Oval nu mooi prominent in beeld is in die grill. Maar wat als je nu meer verlangt naar avontuur? Dan heeft Ford ook iets voor jou. Want kijk eens eventjes, dit is de Ford Kuga Active, in dit geval de Active X uitvoering. De meer ruigere broer in de Kuga line-up. En die heeft ook weer een specifieke grillafwerking van die fraaie skidplates, zowel aan de voor- als achterkant. Specifieke wielen en ook de wielophanging van deze Active variant is verhoogd. En natuurlijk allemaal om dat robuustere, zeg meer avontuurlijke karakter van deze uitvoering te benadrukken. En deze kleur valt hier natuurlijk extra op. En hoewel het voor velen wellicht al bekend is hoe ruim de Ford Kuga achterin is, laat ik het toch nog eventjes aan jullie zien. Ik ben overigens 1,85 meter. Ik zal de deur even dicht doen. En dan zal je zien dat ik hier met mijn lengte dus meer dan genoeg knieruimte heb, meer dan genoeg voetenruimte. En zelfs met de aanwezigheid van een panoramadak heb ik ook meer dan genoeg hoofdruimte. Nee, achterin deze auto zitten is echt geen straf. Ik ben bovendien voorzien van stoelverwarming en ook de andere passagier achterin heeft stoelverwarming, twee USB-C laadpunten. Ik ben voorzien van een armsteun met twee bekerhouders, ook heel erg fijn. En stel dat er nu wat meer bagageruimte gewenst is, dan heeft Ford daar een oplossing voor. Want deze achterbank, zowel links als rechts, is over een afstand van 15 centimeter. Komt die? Kijk, verschuifbaar. En stel dat er wat meer B-ruimte gewenst is, nou, huppatee, achterbank naar achteren. En probleem is opgelost. En dat kan dus ook aan deze kant. Kijk, die kun je zo heel makkelijk verschuiven. Dus achterin deze Ford Kuga zitten is wat mij betreft helemaal geen straf. Een belangrijk onderdeel van de facelift van de Ford Kuga is het vernieuwde interieur. Ford kiest onder meer voor een hoger afwerkingsniveau. Met hier centraal op het dashboard ook een Force touchscreen. Draait op SYNC 4 infotainment, ondersteunt bijvoorbeeld Apple CarPlay, Android Auto, maar heeft ook een 5G modem en is dus ook geschikt voor over-the-air updates. Nou, de werking van het systeem werkt allemaal heel erg makkelijk. Je hebt hier een homescreen, je hebt hier instellingen, je hebt functies,
maar bijvoorbeeld ook apps. Eigenlijk is alles heel erg intuïtief te bedienen. Wat wel opvalt is dat er minder fysieke knoppen in het interieur van deze Ford Kuga te vinden zijn. En dat komt omdat de klimaatcontrole bedieningsunit verdwenen is en die is nu geplaatst hier onder in het touchscreen. Dat is wel overigens altijd in beeld, dus je kan het altijd vinden. Maar het is niet meer een fysieke knop die je eventjes in moet drukken. Nee, je moet dus wel eventjes hier op het touchscreen een bepaalde functie indrukken. En het kan zijn stoelverwarming, stuurwielverwarming, you name it. Het zit er echt allemaal op en aan. Deze auto heeft hier overigens ook nog een draadloze inductielader. Een USB-A en een USB-C oplaadpunt, bijvoorbeeld voor je telefoon. Twee ruime bekerhouders en hier natuurlijk ook in het geval van de automaat. De Ford Kuga wordt in Nederland alleen maar geleverd als plug-in hybride. Heb je dus altijd een automaat met hier een draai-selectiemodule P, R, N en D. Deze armsteun die is overigens verschuifbaar. Kijk, je kan hem naar achteren doen of juist naar voren halen. Rijden in deze Ford Kuga is nog altijd geen straf. En dat komt onder meer vanwege de fijne zitpositie. Zo is de verstelbaarheid van de stuurkolom hier links met een hendel nog steeds heel erg goed. Je kan het stuurwiel vrij ver naar je toe halen. Dat rijdt gewoon heel erg fijn. En deze stoelen zijn bovendien AGR gecertificeerd. En dat betekent dat ze ook gewoon gezond zijn voor je rug. En dat betekent dat je het ook op langere afstanden goed moet kunnen uithouden op deze stoelen. Deze Active heeft overigens van die A'tjes hier bij de schouders. En dat is natuurlijk een kenmerk van deze Active X uitvoering. Voor je neus heb je nu overigens ook een digitaal instrumentarium. En dat is nog beter te personaliseren. Zodat je natuurlijk gewoon nog meer kan laten afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Maar dat is een beetje het interieur van deze Ford Kuga. In een notendop meer connectiviteit, grotere displays. Waarbij vooral het grote touchscreen opvalt. En ook een hoger afwerkingsniveau. Waarbij ook gewoon de toplaag van het dashboard mooi is afgewerkt met een zachte kunststoflaag. Wel zo prettig. Wat mij betreft wordt het tijd om te gaan rijden. Zo, en we zijn onderweg in de vernieuwde Ford Kuga. En die wordt in Nederland uitsluitend geleverd als plug-in hybride. Ford levert wel andere aandrijflijnen in de Kuga, maar niet in Nederland. Dan moet je bijvoorbeeld al naar België of naar Duitsland. Daar kun je bijvoorbeeld ook terecht voor een Kuga hybride. Als je bijvoorbeeld nog niet toe bent aan stekkeren. Stel dat je deze auto wel in Nederland koopt, dan heb je altijd een plug-in hybride aandrijflijn. En die bestaat uit een 2,5 liter Atkinson viercilinder. Gekoppeld aan een nu sterkere elektromotor en ook een nieuwe CVT-automaat. En dankzij die sterkere elektromotor en vernieuwde automaat heeft deze auto ook meer vermogen gekregen. Maar liefst 243 pk aan systeemvermogen. En de 0 tot 100 tijd die verloopt nu maar liefst 2 seconden sneller. Ongeveer 7,4 seconden versus dik 9 seconden voorheen. En dankzij die sterke elektromotor en dus verbeterde CVT-automaat is ook het geremde trekgewicht van deze auto echt aanzienlijk verbeterd. Want voorheen mocht de Kuga plug-in hybride 1500 kilogram geremd trekken. En dat is nu maar liefst 2100 kilogram. En dat is natuurlijk al een zeer goede reden om voor deze Kuga te kiezen. Nou, je merkt die extra power ook vooral wanneer je het gas intrapt. We rijden momenteel in de sportstand. En dan werken die elektromotor en die benzinemotor heel erg goed met elkaar samen. Sowieso is die samenwerking, ja, die verloopt heel soepel. Zowel de elektromotor als de benzinemotor zijn perfect op elkaar ingespeeld. En natuurlijk kun je ook volledig elektrisch rijden. Deze auto heeft een accupakket van 14,4 kWh. Ongeveer 10 kWh bruikbaar overigens. En daarmee moet deze auto op papier 69 km volledig elektrisch kunnen rijden. Hou je dat ook in de praktijk? Dat kunnen we helaas op dit moment niet zeggen, want we konden deze auto niet opladen. Althans, we kregen de auto mee met een lege batterij, dus dat houdt je van ons te goed. Reken in de praktijk op ongeveer 30% minder ten opzichte van wat de fabrikant opgeeft. Dus dat zal het zijn ongeveer 50 kilometer. Maar als je natuurlijk heel zuinig aan gaat rijden, dan kan het ook zomaar zijn
dat je dik 90 kilometer volledig elektrisch kunt rijden met deze plug-in hybride Kuga. Nou, dat rijden is nog altijd een feestje. Althans, in dit segment, waar de SUV's toch wel zwaarlijvig zijn, een beetje last hebben van overhellen, daar is deze Ford Kuga echt wel een dynamische keuze. Hij stuurt verrassend lekker, verrassend lichtvoetig. En ook in het onderstel zit een fijne balans. En dat geldt ook voor deze Kuga Active X, die dus wat hoger op zijn poten staat. Maar dan merk je er helemaal niet aan af. Het is echt nog steeds een dynamische stuurmans SUV. Althans, de sportieve familieman of familievrouw die zal hier ongetwijfeld wel mee uit de voeten kunnen, denk ik. Er is ook voldoende feedback in de stuurinrichting. En ik noemde het net al eventjes natuurlijk, die zitpositie in deze auto die is gewoon heel erg fijn. Fijne zitpositie, misschien zit je nog wel iets te hoog voor sommige mensen. Ik kan met mijn lengte van 1,85 goed in deze auto zitten. Al zou ik idealiter wel willen dat de stoel nog net ietsje lager kan. Want dat zou echt de rijpositie nog verder verbeteren. En sowieso is het bedieningsgemak in deze auto goed voor elkaar. Dat komt natuurlijk ook door die noviteit in het interieur. Een groter touchscreen, nu met Sync 4 infotainment, ik had het al eventjes gezegd. En ook een digitaal instrumentarium wat heel erg goed afleesbaar is. En alle systemen zijn ook heel erg makkelijk te bedienen. En ik zal het al eventjes verklappen, ook deze Ford Kuga plug-in hybride beschikt natuurlijk over die wel zo irritante snelheidsassistent. Kan Ford helemaal niks aan doen. Elke nieuwe auto moet daaraan voldoen. Even een gratis tip van het huis. Als je die snel wil uitschakelen, hou de limiterknop eventjes ingedrukt. Dan gaat er een balkje in beeld vollopen. Vasthouden om snelheidswaarschuwing uit te schakelen. En je bent van dat irritante gepiep af. Moet je overigens wel elke keer doen als je deze auto opstart. Maar het is echt een kwestie van de knop ingedrukt houden. En je bent er helemaal van verlost. En dat geldt overigens ook voor de rijstrookassistent. Hier op het stuurwiel zit een knopje onder de afstandsbewaking van de adaptieve cruise control. Even ingedrukt houden en ook die rijstrookassistent is foetsie. Heel erg goed dat dat zo snel geregeld kan worden zonder dat je zo in dat infotainment systeem moet duiken om alles uit te schakelen. Dat hoeft in deze Ford Kuga dus helemaal niet. We rijden in België in de Ardennen, altijd een zeer mooie omgeving, maar toegegeven, deze omgeving wordt ook wel een beetje gekenmerkt door zeer slechte wegen. En ik bedoel, ik heb helemaal niks tegen België, maar man, wat zijn de wegen hier soms echt beroerd. Nou, gelukkig kan deze Ford Kuga daar heel goed mee omgaan. Op echt ruige wegen, dus echt met slechte ondergrond, dan merk je echt wel dat ja, ook deze auto gaat stuiteren. Dan voel je echt wel eventjes dat hij moeite heeft met korte oneffenheden. Maar op deze weg, we rijden nu op een mooie asfaltweg, het kan dus echt wel in België, daar is het echt een zeer fijne auto om in onderweg te zijn. Dus even kort samengevat, de Ford Kuga, de vernieuwde Ford Kuga, heeft een verbeterd interieur, maar ook een verbeterde aandrijflijn. En vooral dat laatste klinkt echt als muziek in de oren, want hij is sneller en heeft dus ook een hoger geremd trekgewicht. En dat is voor velen denk ik heel erg goed nieuws. Heb jij nog een vraag over deze Ford Kuga? Stel hem dan gerust eventjes in de comments onder deze video. Dan gaan we daar uitgebreid op in. En vond jij deze video leuk? Geef deze video dan even de welbekende duim omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Daar worden wij dan weer heel erg blij van. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende video. Hoi hoi!